Hier ziet u, ik zei dat straks, memoreerde straks dat ik in regelmatig naar Curaçao toe ging en de eilanden. Hier ziet u bijvoorbeeld een oude folder van Bruinzeel die ik in 1969 heb gemaakt met mensen hier. Bruinzeel introduceerde een nieuw product, Viropan. En dat moest de hele Caribbean verkocht worden. En daarvoor hebben we een hele reeks met prachtige folders gemaakt. En dan praat ik dus over 1969, lang terug. Ik heb heel veel boeken geïllustreerd. Dit was even mijn eerste brochure voor 10 jaar bestaan van de firma Reli. Dat is het huidige bouwbedrijf Kiesel. Heel lang mee samengewerkt. Ik heb prachtige boeken gemaakt, orchideeën van Suriname. Vol met prachtige platen van orchideeën hier. Samen met mevrouw Werkhoven, meneer Teunissen. Prachtig materiaal, allemaal unieke orchideeën. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van Extra. Ik heb hier in mijn hand een fotocamera uit de jaren 50. Wat is zo bijzonder aan dit toestel? Nou, met dit toestel is de heer Eduard Hogeboom begonnen met zijn bedrijf Prolasco. Dat is een aantal jaren terug. Helaas zal dit bedrijf uit het stadsbeeld van Paramaribo verdwijnen. We praten hierover met de grote man achter Prolasco, de heer Eduard Hogeboom. Let's go. Zoals eerder aangekondigd in het programma Extra hebben we vandaag de grote motor achter Prolasco, de heer Eduard Hogeboom. We hebben het nieuws gehoord dat de deuren van Prolasco dichtgaan. Eigenlijk gaat daarmee een stukje geschiedenis van Suriname, althans het beeld in het binnenstad, een stukje daarvan gaat verloren, meneer Hogeboom. Maar voordat we op dat punt komen, misschien kunt u ons vertellen hoe het allemaal is begonnen met Prolasco. Ja, dank u wel, meneer Saidjan. Dat is een heel lang verhaal. We hebben natuurlijk niet de hele avond. Maar ik zal dat graag doen. Ik heb hier een plaat gebracht. En misschien goed om daar even naar te kijken. Dit is hoe Prolasco begon in 1967. De oude woning van de havenmeester Chinapal. Daar had ik toen de onderkant heb ik daar kunnen huren. En zo zijn we op 4 augustus 1967 is een begin gemaakt met Prolasco. Maar daar gaat natuurlijk een stuk geschiedenis aan vooraf, want ik ben niet hier geboren of opgegroeid. Ik ben in Delft, tussen Rotterdam en Den Haag ben ik geboren, op Boiti. Ik ben geboren daar tussen de veehouders in. Ik heb daar op vroege leeftijd, was ik heel ondernemend, heb ik daar al leren koeien melken en gras ophalen, tractor rijden en de hele boel. En het grappige was dat de boer waar ik dat bij deed, die zeg maar bijna achter ons huis zijn bedrijf had. Die had een donkere kamer, een heuse donkere kamer. Toen met een grote ouderwetse houten camera en die had dus fotografie als hobby. En hij heeft mij, toen ik heel jong was, ik praat dus over 12, 13 jaar, heeft hij mij ingewijd in de fotografie, in het donkere kamerwerk. En zo ben ik enthousiast geworden voor dit vak. En zo heb ik uiteindelijk mijn eerste camera gekocht en ben ik vanaf jongs af aan heel actief bezig geweest met fotografie. Begon al op school,
Op school verzorgde ik met iemand anders verzorgde ik het schoolblaadje. En daarvan voor maakte ik dan de foto's en dan werd dat gestenceld. En kort daarna ben ik halverwege de MULO heb ik toelatingsexamen gedaan voor de Nederlandse fotovakschool. En toen ben ik naar de fotovakschool gegaan. Dat was halve dagen werken en halve dagen studeren. Ik heb zo in Delft heb ik in een tweetal studiobedrijven mogen werken, waar ik heb met vakmensen heb leren werken en waar ik het vak echt geleerd heb. Toen ik aan het einde van mijn studieperiode was, ik was toen 16, 17, toen ik had altijd problemen met het vieze weer in Nederland. Het regende altijd en als het niet regende was het koud en stormde. Toen ben ik naar Duitsland vertrokken, naar Zuid-Duitsland, naar een speciaal fotobedrijf. En daar heb ik gewerkt tot mijn 20ste. En daar ben ik, daar was ik toen, door die omstandigheden toen, in Nederland was ik vrijgesteld van dienstplicht. Maar uiteindelijk zeiden ze, dan mag je tot je 35ste niet meer in Nederland komen. Anders moet je toch in dienst. Dus ik heb uiteindelijk ervoor gekozen toch in dienst te gaan. En toen heb ik me keurig aangemeld bij het consulaat in Duitsland. Dat was in München, ik woon in Zuid-Duitsland. En toen heb ik gevraagd of er geen mogelijkheid was dat ik naar de tropen zou gaan. Men had toen nog, of Nieuw-Guinea was net aan het sluiten, maar men had toen nog Suriname. Ik kon ook eventueel naar Lacourtine, maar toen mocht ik naar Suriname. En daar was ik erg blij mee. Toen ben ik naar Roermond gegaan voor een paar maanden een eerste militaire opleiding. En zo ben ik eindelijk hier zo in 65 ben ik hier terecht gekomen. En heb ik hier een jaar in het leger gediend. Ik werd al snel overgeplaatst naar de welzijnszorg. Ik heb dus mijn driekwart van mijn diensttijd hier heb doorgebracht bij de welzijnszorg. Waar ik beheerder werd van de donkere kamers, de hobbyshop van de toenmalige Tris hier. Om al de Nederlanders die hier kwamen te helpen met het ontwikkelen van hun foto's, zelf ontwikkelen van hun foto's. Natuurlijk ook Surinaamse jongens, want je had toen ook vrijwilligers voor een deel. Maar de Nederlanders moesten natuurlijk 's avonds binnen blijven, dus die zochten 's avonds ook benefit hier. En aan het einde van die eerste periode heb ik, want ik deed naast de hobbyshop, was ik ook met een collega verantwoordelijk voor het geluid in de grote zaal van de welzijnszorg, maar ook buiten. De Tris kreeg vaak verzoeken van buiten, zoals bijvoorbeeld van het patronaat, om daar geluid te verzorgen. Er werden de dansoefeningen gedaan of dansoptredens. En zo ben ik verschillende keer naar buiten geweest. En zo heb ik mijn toekomstige vrouw leren kennen. En zo is eigenlijk, zeg maar, langzaamaan is het begin gekomen van een eigen vestiging. Ik ben, toen ik haar leerde kennen, dat was net een paar maanden voordat ik afzwaaide. Toen ben ik teruggegaan, ik ben gedemobiliseerd in Nederland, ik ben teruggegaan naar Duitsland. Ik heb mijn werk opgepakt, maar ik heb ook kort daarna opgezegd en toen ben ik naar Suriname toegekomen. En dat was zoiets van, ik wil wel een paar maanden hier kijken met mijn vriendin of dat wat kan worden. En het ging allemaal heel erg fijn en toen heb ik een paar maanden daarna heb ik besloten voor mezelf te beginnen. En zo is eigenlijk Prolasco ontstaan als een puur fotobedrijf, puur op basis van mijn kennis en ervaring. Dat was dus in 1967, dat ging heel snel. In 1969 huurde ik het pand ernaast en in 1970 verhuisden we naar de Steenbakkerijstraat. In het pand waar we nu zijn. Ja. Dus dat is een beetje de eerste achtergrond van hoe Prolasco ontstaan is in die tijd. U heeft ongetwijfeld in uw carrière als fotograaf
duizenden foto's gemaakt. Kunt u zich de allereerste foto nog herinneren? Nee. Maar welke foto spreekt u het meest aan dat u heeft geschoten? Waar u toch wel bijna elke dag naar kijkt van, nou, hiervoor heb ik het gedaan. Nou, ik heb er te veel. Ik heb prachtige foto's gemaakt van Indianen, waar ik heel erg blij mee ben. Waar ik, ik heb zoveel mooie foto's gemaakt. Ik kan er niet één uitkiezen. Ik heb er geen duizenden gemaakt, ik heb tienduizenden gemaakt. Dus. Ze zeggen, een goede fotograaf heeft niet maar één lievelingsfoto. Nee, dat is niet zo op mij. Ik heb er heel veel. Heel veel waar ik graag naar kijk. Ik heb in die beginjaren heb ik... We zitten nu in de studio, in een reproductiestudio. En het is misschien goed, want we hebben drie studio's hier. Maar in die beginjaren heb ik heel veel technische fotografie gedaan. Ik ging regelmatig naar het buitenland. Ik fotografeerde veel voor Bruinzeel. Bezocht veel de eilanden. Ik ben niet iemand die huwelijken fotografeert. Ik ben eigenlijk meer een technische man van huis uit wat dat betreft, wat fotografie betreft. Ik heb ook niet de... Je had toen ik in die opleiding, had je dus deelopleidingen. Je kon fotolaboratorium doen, je kon reportagefotografie doen. Maar ik heb algemene fotografie gedaan. Dat was dus de hoofdopleiding. Dus ik heb alles gedaan. Vanaf chemie, natuurkunde tot aan fotografie. Maar dan voornamelijk technische fotografie. Ik kan me herinneren dat ik in Delft, een van de fotografen waar ik bij werkte, die had een opdracht om alle gevels in Delft te fotograferen. En dat is ontzettend moeilijk, want er zijn allemaal bomen voor en die gevels zijn vrij hoog. Dus ze moesten steeds wachten op geschikte momenten in de herfst, dat de bomen zo min mogelijk bladeren hadden. En dan werden dat prachtige foto's met technische camera's. En dat heb ik altijd heel graag gedaan, met technische camera's werken. Ik werk nu... Ik heb tientallen boeken geïllustreerd in de loop der jaren. De laatste tijd doe ik aardig wat kookboeken met mijn dochter die de uitgeverij doet. En dat is echt een van mijn hobby's, in de studio bezig zijn met het fine-tunen van alle technische mogelijkheden die je met fotografie kunt doen. Ik heb nu natuurlijk digitale camera's, maar ik heb nu ook nog steeds een grote digitale camera. Dus ik werk niet met een handcamera, maar ik werk met een grote digitale camera die gekoppeld is aan een laptop. Prolasco is de afgelopen jaren een grote naam geweest, zeker als het gaat om fotografie in Suriname, gerenommeerde naam. Het moet toch wel een moment zijn, meneer Hogeboom, dat u zegt van nou, binnen het bedrijf was dit toch wel de mooiste ontwikkeling. Binnen het bedrijf zou dit, of was dit de mooiste ontwikkeling die we hebben meegemaakt? Welk moment was dat? Ja, ik denk dat ik dan terug moet gaan naar onze laboratoriumactiviteiten. We kunnen er dadelijk misschien ook even op een andere plaats nog een klein restje van zien. In 1967 ben ik heel klein begonnen met een vergroten en zelf ontwikkelen. En heel snel daarna heb ik samen met een goede vriend hier, zoals ik hier, Mesquita, hebben we zelf gewerkt aan het bouwen van een ontwikkelmachine. Een negatieve ontwikkelmachine, om onze negatieven van klanten zelf te kunnen ontwikkelen. Dat werd hier nog niet gedaan. Er waren in Suriname geen mogelijkheden om kleurenfilms te ontwikkelen. Daar zijn we heel actief in geweest. En 2 jaar later heb ik in samenwerking toen met een Nederlands laboratorium, heb ik in de regio een fotofinishing bedrijf opgezet hier voor de hele regio, dus voor de Caribbean. En dat was een geweldige ontwikkeling. Je had toen de ALM, die vloog dagelijks van Miami, Curaçao, Georgetown, Suriname. Die vertrok 's morgens om 7 uur en die kwam 's avonds om 12 uur aan. 5 dagen in de week. We haalden in die locaties films op van mensen. Die brachten we naar Suriname. Die werden 's nachts ontwikkeld.
En die gingen de andere ochtend 7 uur weer weg. We werkten dus 24-5. 24 uur around the clock. We waren dag en nacht bezig. 'S nachts, 's avonds mensen ophalen van huis voor de nachtdienst. 'S morgens weer wegbrengen. Dan de dagdienst draaien voor onze lokale klanten. En het is een geweldige tijd geweest. Dat kun je tegenwoordig helemaal niet meer herhalen. Maar als iemand op donderdag... ochtend een filmpje op Curaçao afleverde bij ons. We hadden daar een dealer. Later hebben we daar zelf een bedrijf gehad ook. Dan kon hij vrijdagmiddag zijn kleurenfoto's ophalen in Curaçao. Ja. Dat geloof je niet, maar dat kon toen. En dan heb ik het dus over 1970. Daar hebben we prachtige jaren gehad. Heel veel medewerking van mensen van de SLM ook. Purses die ons hielpen. We hadden ook vaste couriers die elke dag heen en weer vlogen. En we hebben dus echt de regio hebben veroverd met wat toen genoemd werd ons groene zakje. De fotofinishing uit Suriname. Export was vele malen groter dan de lokale markt. Zeker 5 keer zo groot. En het is een enorm succes. Dat is een enorm succes geweest. Tot we in de jaren, ik denk dat het 85 de eerste keer was dat ALM verboden werd hier nog te vliegen. In 85 mocht het weer wel, maar daarna mocht het weer niet. Dat zijn natuurlijk situaties waar je als ondernemer niet mee kan dealen en je klanten ook niet. Tussendoor hebben we nog veel werk voor Nederland gedaan. Dus bedrijven uit Nederland, fotofinishing centrales, stuurden hun werk hier naartoe. Maar dat was eigenlijk alleen maar iets voor de zomer, wanneer het daar te druk was en hun leeftijden te lang werden, dan stuurden ze een deel hier naartoe. Maar dat was natuurlijk nooit genoeg om de rest van dit jaar te vullen. Maar daar hebben we prachtige tijden gehad, tot aan 86 toe, dus dat is vanaf, dan praat ik dus over vanaf 71 tot 86, dus 15 prachtige jaren. Het was dag en nacht werken. We hebben een hele revolutie gehad binnen de fotografie, van filmrol naar zeg maar de memory card. Hoe bent u daarmee omgegaan? Ja, in het begin ben je daar natuurlijk allemaal erg pessimistisch over. Vanuit je vak zeg je dat kan natuurlijk nooit. Maar successieflijk zijn we natuurlijk meegegaan met die markt. Kon er niet anders, je moet meegaan met de markt. En uiteindelijk ben ik zelf erg enthousiast over het hele digitale tijdperk. Als je ziet hoe burgers daarvan genieten om foto's van elkaar te maken. Niet meer op een fotograaf hoeven te wachten en alles lekker zelf kunnen doen. De wereld rondsturen in a matter of seconds. Dat is gewoon een enorme vooruitgang voor de samenleving. Net zoals er veel andere technologische ontwikkelingen zijn. Zoals het mobieltje zelf, die een enorme boost hebben gegeven aan de communicatie en ontwikkeling van de samenwerking. Dus ja, we hadden daar natuurlijk aanvankelijk wat sceptisch over. Maar uiteindelijk, toen de techniek veel beter werd, was het gewoon een prachtige ontwikkeling. Het was natuurlijk het einde van ons laboratorium. We hebben nog een paar machines staan, maar het was het einde. Want ja, als je alles op je via je app op je mobieltje kan ontvangen, dan hoef je niks meer af te laten drukken. Dus het printwerk wat vroeger met tienduizenden foto's per dag ging, dat zijn er nu soms nog 1000 of zo, maar dat is belangenaar niet voldoende om een bedrijf gaande te houden natuurlijk. Ja. Maar het dus, was een mooie ontwikkeling. Ja, en dus gaan we uiteindelijk naar een situatie waarbij u besluit de deuren dicht te doen van Prolasco. Een beetje een schokgolf ging door de samenleving. Iedereen kent Prolasco, heel veel mensen hebben zaken met u gedaan. Hoe bent u met dat besluit omgegaan? Was het iets van, we sluiten? Of nee, het was echt moeilijk om die beslissing te nemen? Nee, het was eigenlijk niet moeilijk. Ik ben een hele rationele ondernemer. De ontwikkeling van analoog naar digitaal is organisch sinds de eeuwwisseling. Dus we dealen al 20 jaar daarmee. We zien al 20 jaar
zien we de vraag naar fotoprints, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is onze core business eigenlijk altijd geweest, afdrukken, vergrotingen. Dat zien we al 20 jaar teruglopen. Zoals de goed ondernemer betaamt, hebben we natuurlijk allerlei pogingen gedaan om alternatieven in de marge van ons vak te vinden. We zitten nu in een reproductiestudio. Dat is de enige die er is. Die hebben we opgezet, geprobeerd uit te werken. Maar met die wisseling in de economie heeft dat niet die vraag gecreëerd die we gehoopt hadden. We hebben verschillende andere activiteiten opgestart. We hebben een lijstenmakerij, prachtige afdeling. We maken echt prachtige producten. Maar ook daar is de klad in gekomen. Als mensen het niet kunnen betalen, dan lukt het niet. Dus op een bepaald moment zie je dat het minder en minder en minder wordt. Je doet er iets nieuws bij, je krijgt een kleine hik naar boven en dan zakt het weer verder weg. Dat is natuurlijk erg jammer, maar ik ben een ondernemer die zich graag bij zijn core-zaken houdt. Ik heb verschillende bedrijven gehad, vaak ook boekhandel wordt van mij geweest. Ik heb een gasbedrijf en andere bedrijven. En ik heb overal geprobeerd me binnen mijn grenzen van mijn vak te bewegen. Lijstenmakerij was eigenlijk al een beetje op de rand. Maar daar gaat er natuurlijk ook om veel foto's, veel afbeeldingen. Dus dat had toch een raakvlak. Maar ik had geen behoefte om televisies te gaan verkopen, laptops te gaan verkopen of er roemer van te maken of zo. Dus ik heb uiteindelijk gezegd, als dit niet gaat en de economie zakt weer weg, dan hebben we gewoon geen andere keus. Ik heb dit heel geleidelijk gedaan. Mensen waren er heel lang op voorbereid. We hebben vorig jaar augustus, dus precies een jaar geleden, heb ik aangekondigd dat we gaan afbouwen. We hebben de mensen hebben we heel goed voorbereid. We hebben de mensen opties gegeven, aangegeven. We hadden toen 2 jaar geleden nog iets van 20 mensen. Dat is langzaam steeds minder geworden. We hebben een aantal mensen intern kunnen overplaatsen naar zeg maar ons hoofdkantoor of andere bedrijven. Enkele zijn met pensioen gegaan. En uiteindelijk hadden we vorige week nog maar 1 persoon over. En de rest had allemaal iets anders gevonden of elders ondergebracht. Dat heeft 1 jaar geduurd. Maar ik heb er heel veel vrede mee dat ik het langzaam heb kunnen afbouwen. Netjes heb kunnen afbouwen. En daarom is de schok ook niet zo groot van je gaat sluiten. Ja, voor mensen die het horen natuurlijk wel. Ook onze vaste klanten natuurlijk. Erg veel bijval gehad. Erg veel vragen gehad. Kunnen we niet toch iets doen? Kunnen we niet toch iets doen? Maar ik heb er vrede mee. Het is 54 jaar. We hebben ontzettend veel diensten verleend aan de Surinaamse samenleving. Heel veel, 54 jaar, waren we toch het hart van de fotografie hier. Met name dus die jaren terug dat we kleurenfotografie geïntroduceerd hebben. En daar kijk ik gewoon met heel veel tevredenheid op terug. Medewerkers het nieuws opgepakt toen u ze meedeelde van we gaan afbouwen? Ja, ik zei al, 1 jaar geleden was dat natuurlijk met spijt in hun hart. Vooral omdat we aardig wat mensen hadden die langer dan 25 jaar bij ons werkten. En dat heeft natuurlijk wel wat tranen gegeven in die tijd. Maar uiteindelijk onderkende iedereen wel van je kan niet eindeloos doorgaan. Tijdens een slecht. Ik had dat. Mijn echtgenote die zei op een gegeven moment ook. Zeg, ja, je moet er een keer een eind aan maken. Want je bent 76. En hoe lang denk je nog door te kunnen gaan? We hebben natuurlijk ook geprobeerd andere mensen te interesseren voor het bedrijf. Maar het is ook niet gelukt. Je kan ook niets verkopen eigenlijk aan een ander. Want de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. En het is natuurlijk slecht om te verkopen. En COVID heeft het. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, de economie, COVID. Ja.
Goed, wat zal er met het pand dan gebeuren? Want ik vroeg me even af toen ik binnenstapte, oké, de fotozaak sluit, maar wat gebeurt er dan verder met het pand? Ik heb nog geen bestemmingen voor. Nee, ik heb, het is simpelweg, het bedrijf is veel te groot geworden voor het pand. We hebben 3 volle verdiepingen. En dat is de reden eigenlijk dat we sluiten. Als we nog ergens een klein hoekje hadden, weet je, iets zouden kunnen doen, dan hadden we misschien nog door kunnen gaan met een klein stukje. Maar het bedrijf, het pand is gewoon veel te groot. Dus dat zal de enige tijd verkocht worden. Het is natuurlijk geen ideale tijd nu. De hele binnenstad loopt leeg. De verpaupering in de binnenstad is een hele negatieve ontwikkeling. Daar kun je als individueel bedrijf ook niks aan doen. Verkeerstechnisch zijn er een heleboel problemen. Kijk naar de waterkant, hoe dat er allemaal uitziet. Parkeergelegenheden zijn niet goed ontwikkeld. Dus ja, naarmate er dan de stad naar buiten groeit en je krijgt ontwikkelingen op Noord en op Zuid, dan zie je dat mensen steeds minder naar de stad toe komen. Dus dat is ook een negatief aspect natuurlijk. Dus ik denk dat we het even zullen uitzitten tot de mensen zijn, tot de binnenstad misschien toch weer wat inspiratie krijgt op de een of andere manier om weer wat tot leven gebracht te worden. En dat er dan misschien wel kopers zullen zijn. Maar wat doet u zelf verder? Want fotografie is toch ook uw hobby, passie? Ja, dat klopt helemaal, maar het is maar 10% van mijn dagtaak. Okay. Ik zit nog steeds op ons hoofdkantoor aan de Domineesstraat. We hebben natuurlijk nog andere bedrijven, ik heb nog een heleboel andere activiteiten. Ik vul mijn dag heel goed wat dat betreft. Terugkomend op de revolutie van analoge naar digitale fotografie. Kan dit ook een probleem vormen in de toekomst voor overige fotozaken die ook echt mee moeten gaan? Maar zoals u zei, het gaat om het afdrukken van foto's waar de vraag in één minder is geworden. Ja, ik denk dat er zijn al een aantal bedrijven dicht. En er zijn natuurlijk nog een aantal kleinere bedrijven in de buurt hier. Op Zuid is er nog een bedrijf die wat groter is. De meeste hebben op de een of andere manier een bycatch. Ze doen iets aan mokken, printen of andere activiteiten. Maar allemaal zijn flink kleiner geworden ook al. Dus het valt zeker te verwachten dat binnen de komende jaren er zeker nog meer bedrijven uiteindelijk het loodje zullen leggen vanwege de onvoldoende vraag. Oké, meneer Hogeboom, we gaan naar het einde toe van dit toch wel mooi vraaggesprek waar we van gedachten hebben gewisseld over een stukje geschiedenis. Binnen het stadsbeeld, de naam Prolasco zal er dan niet meer zijn. Maar wat kunt u tot slot van dit gesprek aan alle mensen die een band met Prolasco hadden? Wat voor boodschap heb u voor de mensen? Denk vooral na over de goede tijden die we gehad hebben, de hele goede tijden. En berust je in de veranderingen, maar maak ook gebruik van de nieuwe uitdagingen die er zijn. En dat zijn er heel veel. Ook op fotografisch gebied, op digitaal gebied. Er zijn genoeg uitdagingen voor fotografen om daar hun weg in te vinden. Thank you, sir. Graag gedaan. Yes. Dan gaan we. En dan hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van Extra. We hebben gesproken met de oprichter-eigenaar van Prolasco. En u heeft het hele verhaal gehoord, vanaf het begin tot aan de sluiting van deze geweldige fotozaak. We hebben gesproken met Eduard Hogeboom. Dit was Extra. Graag tot de volgende keer.
Thank you.